De voetbalverenigingen UDI en Phoenix uit Enschede hebben de twee leden herdacht die vrijdagochtend bij een verkeersongeluk om het leven kwamen. De auto waarin ze zaten reed op de Hoge Bothofstraat met hoge snelheid tegen een boom. Een derde slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Enkele honderden leden liepen van het clubgebouw van Phoenix naar de plek van het ongeval. Er zijn twee clubs waar het altijd een bepaalde... Er zijn een soort voetbalvrienden. Het gaat ook wel fanatiek in de wedstrijden. Maar we zijn er altijd voor elkaar. En dit is zo'n moment waar je twee vrienden verliest. En één jongen heel zwaar gewond is. Ja, dit gaat je door merg en been. En dan is voetbal is helemaal niet belangrijk meer. Het interesseert je eigenlijk op zo'n moment niet meer. Maar dat dit hier vandaag staat, dit doet... Ik denk de familie, vooral de familie, maar ook wij als vrienden van hem... doet het gewoon ons, doet het zoveel goed. En dit sterkt ons gewoon allemaal in het verwerken.